Ik zit zelf vaak in een situatie dat ik mijn telefoon nog moet opladen, maar ik gewoon te lui ben om even die kabel erin te steken. En dan vlak voordat ik weg moet, ga ik in één keer in de stress raken en denk ik, shit, had ik hem dan toch maar opgeladen. Ik heb voor jullie een tip, waardoor je je telefoon heel snel kan opladen, een stuk sneller dan normaal. En het is heel eenvoudig en ik zal hem even laten zien op de iPhone en op de Android. Nou, zoals ik al zei, is het een hele eenvoudige tip. Je hoeft alleen maar één dingetje aan te zetten en dat is namelijk de vliegtuigmodus. Ja, en wat doet de vliegtuigmodus? Dat is eigenlijk heel simpel. Die blokkeert alles wat binnenkomt op je telefoon. Dus je hebt even geen internet en je zal ook even geen belletjes ontvangen. Maar dit zorgt er wel voor dat de batterij een stuk sneller oplaadt, omdat hij dus een stuk minder moet binnenhalen en daarop moet letten. Nou, hoe zet je deze aan? Dat is heel erg simpel. Ik laat het eerst even zien op de iPhone. Je swipet omhoog en dan krijg je dat menuetje wat de meeste mensen wel kennen. En drukt op het vliegtuig hier. Nou, dan kan je opladen. En dat zal dus echt een stuk sneller gaan dan als je dat niet doet. Dan nu even op een Android telefoon. Het lijkt er heel erg op, bijna hetzelfde. Alleen swipe hier vanaf boven naar beneden toe. En dan krijg je een aantal opties in het menuetje. En dan heb je dus ook inderdaad hier de vliegtuigmodus. Nou, als je die aanzet, je ziet de wifi gaat uit. Je mobiele service gaat uit, et cetera. Waardoor je telefoon een stuk sneller zal opladen. En dan kan je hem in de oplader zetten. Nou ja, nu kan het best wel zijn dat je alsnog een belangrijk WhatsAppje ontvangt of een ander bericht via het internet. En wil je toch dat je telefoon snel oplaadt? Nou, ook hier is een oplossing voor. Eerst zit je in de vliegtuigmodus. En dan zie je dat hij alles heeft uitgezet. En daarna druk je op het wifi-icoontje. En nu ontvang je dus wel WhatsApp-berichtjes en andere berichten. Alleen geen telefoontjes, maar je telefoon zal er wel echt een stuk sneller opladen. Ja, als je dit doet, beloof ik je dat je telefoon een stuk sneller oplaadt. Vond je dit nou handig? Abonneer je eventjes, laat een reactie achter en geef even een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Dat is handig.